Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vakantievideo. Ja, we zijn nog steeds op vakantie. We zijn nog steeds in het lekkere Malaga met het mooie weer. Gisteren was het dan minder. Vandaag is het wel oké. Het is te doen. Ik ga zo meteen lekker naar beneden bij het zwembad zitten. Maar ik ben nog heel even de video aan het fixen. En vandaag is mijn moeder jarig. Ze is 50 geworden, dus dat is een speciale leeftijd natuurlijk. En daarvoor hebben we ook iets leuks bedacht. En dat heb je waarschijnlijk al gezien aan de titel en thumbnail. Maar het is super leuk, dus kijk deze video af. We gaan er weer iets leuks van maken vandaag. Ik neem jullie sowieso weer mee. Let's go. Hoi. Hoi. Kijk eens aan wat je hier gewoon kan doen. Zelf je eigen Turkse pizza maken. En dat gaan wij dus zeker ook even doen. Want je hebt hier gewoon brood liggen. En je hebt hier allemaal dingen die je op je Turkse pizza doet. En hier heb je... Dunner, precies. Dus dat gaan we natuurlijk ook erop doen, want anders heb je een Turkse pizza zonder vlees. Dat is natuurlijk geen Turkse pizza. Maar nu kan je dus eerst jouw broodje met kaas bijvoorbeeld hierin leggen, zodat de kaas smelt. Dat kan als je dat lekkerder vindt. Maar je kan hem ook gewoon erin leggen, omdat je hem dan wat harder maakt. Een beetje krokant, want anders is hij een beetje zacht. Oh my god. I fucked it up, man. Nee. Ik heb vlek. Nog meer vlek. Ja, heel goed. Oeps. Net probeerde ik mijn Turkse pizza filmen te maken. Nou, dat ging niet zo goed. Maar hier is hij dan. En nu heb ik nog een tipje voor jullie. Eerst doe je een kwartslag naar binnen en daarna rol je hem gewoon zo op. En dan, als je hem goed pakt, valt er ook niks uit. Dus kan je hem lekker makkelijk opeten. Ik want slice, ja, of toch niet. We hebben net natuurlijk heerlijk gegeten, genoten van mijn Turkse pizza. Ik heb net heel even geslapen hier zo op het strand. En het is heerlijk weer, het is zelfs heet nu gewoon. Dus laten we even naar de zee gaan. Backflippies, arabiertjes, even zwemmen misschien. Renate! Pussy, gaan! Rennen! Pussy! Pussy! Zijn er kwallen? Ja. Echt? Oh, ja. Ik zit erin! Rennen! Jouw kwal ging jou bijna aanvallen. Aangevallen door een kwal. Aangevallen wordt het de kwal gaat fout. Waar ligt die? Waar is de kwal? Ah, het is best koud hoor. Een board mission. Kijk, ik ben helemaal vies. Kijk eens aan. Overal zit zand, want ik ging even voor Enzo's video gingen we even bedjes, beachballen. En nu gaan we even de zee in. We moeten even lekker gaan zwemmen. Let's go. Het is lekker warm. We gaan ervoor. Ja? Ja, ik ben klaar voor. Let's go. Oké, daar gaan we. Oh. Sorry. Staat op de van de Uber Klimbal is natuurlijk dat de golven hem gewoon weer meenemen terug naar het strand. Dat doet alleen de Uber Klimbal. We gaan de bal halen, later! Oké, Quinn gaat de bal halen. Kan jij hem halen? Staat op film!
lekker in de zee gespeeld, gezwommen en bijna mijn bandje kwijtgeraakt. Omdat ik had hem niet goed dichtgezet. Dus toen was hij bijna kwijt, maar ik heb ze allebei nog. En vanaf 1 december zijn die natuurlijk op de webshop, net zoals deze trui. Laat even weten in de reacties wat je ervan vindt. Want misschien vind je het wel vet en misschien ook niet. Ik ben benieuwd naar jullie mening. In ieder geval ga ik nu richting het avondeten. En dan is het bijna zover om mama's cadeautje soort van te geven. Iets wat we voor haar hebben bedacht. Waar D een grote rol in speelt. Het is super leuk. En daarom ook mijn tas op. En daarin zit een box. Dus wat zou het dan zijn? Het is heel leuk. Dus gaan. We beginnen even met een heerlijk gezond hamburger. Het is zover. Nou, het is zover, we gaan zingen. Ja, het cadeautje gaat nu plaatsvinden. Nee, nee, zoals je dat wist jullie niet meer. Maar pas openen als wij beginnen. Niet openen hoor. Nee, echt niet doen. We moeten wel een donut opnemen. Zin. Sjouw zijn er ook, want die hadden wel zin. Zijn compleet, we zijn bij elkaar, we vieren feest. Want er is iets bijzonders hier. Pak een wijntje en proost met bier. De vrouw heeft weer een jaartje erbij. Ze vindt het niets, maar we maken haar blij. Maar Josje, vandaag 50 jaar, ja ja, ze vindt het vreselijk. Mama Josje, nee nog lang niet aar, nee, maar nu toch echt 50 jaar. Ze nooit. Zingen voor jou, want je bent zo lief, ik hou er van jou. Dus blijf nog heel lang bij ons. Morgen nemen we weer een plons. De vrouw heeft weer een jaartje erbij. Ze vindt het niet, maar we maken haar blij. Wow, mama Josje, vandaag 50 jaar. Ja, ja, ze verdient het vreselijk. Mama Josje, nee nog lang niet klaar. Nee, maar nu nog echt 50 jaar. Nee, ze heeft nog geen rimpels. Wel hele mooie wimpers. Nee, ze is nog lang niet oud. Mama Josje, vandaag 50 jaar. Ja, ook naar de volgende baan. Ja, dit was je ABC. Vond je het leuk? Helemaal top. Dat is mooi. Ja, mooi zo'n Quinn. Echt hè? Ja. Ging best goed volgens mij. Zo, dit was het liedje voor mijn moeder. En ik hoop dat jullie hem een beetje mooi vonden. Ik vond het in ieder geval een leuk lied. En ik heb heel erg goed meegezongen volgens mij. Dat kon je wel horen. Soms was ik een beetje de tekst kwijt. En las ik niet goed mee. Dus toen was het een beetje... Gewoon een beetje meeneurien. Iedereen kent dat wel natuurlijk. Verder kan je nog steeds naar mijn meeting komen. Weet je er nou niets vanaf? Klik dan even in het i'tje. Dan kan je daarheen gaan. En dan zie je een video met uitleg. En misschien kom jij wel langs op mijn meeting. Zou super vet zijn, want ik wil jullie graag ontmoeten. Op 1 december, dat is over 2 dagen, komt mijn nieuwe merchandise uit. En hiervan komen truien, bandjes en nog veel meer. En elke 1, 2 weken worden er weer nieuwe dingen gereleased. Alleen, soms duurt het langer, soms wat korter. Maar er komen veel dingen aan. Dus neem een kijkje. 1 december komt die online. En als je mij vervolgt op Instagram, kan je ook zien wanneer precies. Dus welke tijd. Mijn Insta is Uber Quinn, heel makkelijk. Net zoals mijn YouTube kanaal.
Verder, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan hier beneden voor meer video's. Laat een blauw duimpje omhoog achter als je het leuk vond. En een reactie met jouw feedback. Noem eens wat op, maakt niet uit. Laat iets positiefs achter, laat ze achter waar ik iets aan heb. Een tip, een top, maakt niet uit, laat gewoon iets leuks achter. En verder was het een hele leuke vakantie. Dit was de laatste vlog van Malaga. En ik heb het heel erg naar mijn gezin gehad daar. Nogmaals, 1 december mijn webshop. Ik check jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video.